deze weekvlog, die introduceer ik eventjes. Want Tessa die is toch de hele week weer ziek geweest. Wat natuurlijk hartstikke sneu is. Maar ja, steeds weer koorts. Dus is een week ziek geweest, toen een week beter en nu weer een week ziek. Het gaat gelukkig wel beter. Dus ik verwacht dat ze volgende week weer gewoon helemaal gezond en wel naar school kan en haar ding kan doen. Dat hopen we ook maar, want volgende week is ze jarig. Dan wordt ze 9, dinsdag. Mocht je het leuk vinden om haar, behalve een berichtje hier op YouTube, Facebook of Instagram, iets anders toe te sturen, dan vindt ze dat natuurlijk geweldig. Ik zal onze gegevens hier beneden in de comments even, of in de reactie, hoe noem je dat? Ik zal hieronder in de beschrijving even het adres neerzetten, dus het postbusnummer. En daar, of postbus, ja, postbusnummer. Daar kun je je dingetjes heen sturen als je het leuk vindt. En dan geven wij ze natuurlijk aan Tessa. Dus veel plezier met deze weekvlog, waar je vooral Kim ziet springen. Mij ziet met allerlei andere dingen. En maar een heel klein beetje Tessa. Maar goed, zondag gaat ze haar eerste proefje op sterren rijden. Dus dat filmen we natuurlijk. En volgende week zal ze er vast weer zijn. Veel plezier! Gereden met sterren, dat ging heel goed. Nou, de deur gaat weer dicht. Nou, ga je lekker afzadelen? Ja. Goed zo. Lekker een hapje maken. Vandaag is Verona vrij, sterren niet, Henja wel, die is ook vrij. Dus Kim die rijdt straks even op sterren. Verona die is nu buiten, die gaat nog even in de stapmolen. En wat Henja haar plannen zijn, dat weet ik niet. Maar ja, ik ben nog even snel de paardjes aan het buiten zetten. Het is inmiddels al etenstijd, 5:30. Maar ja, ik vind toch dat ze naar buiten moeten. En op maandagochtend is de manege altijd gesloten, omdat dan alle stallen uitgewist worden. Dus, dit is de maandag. Net ging het natuurlijk uitstekend, want Sterre moet even hier overheen stappen. En nu doet ze natuurlijk helemaal niks meer. En ik heb het snoepje. Ja, straks moeten we dit doen. Ik kan nog niet vertellen wat we precies gaan doen. Maar ik kan je wel vertellen dat het voor het YouTubers... Nee, ik zeg het weer. Dat het voor het paarden YouTubers live event is. Dus wat zouden wij nou met dit doen? En waarom moet Sterre dit leren? Ik ben in Katwijk met een heel geheim project. En hier ga ik samen met, daar staat ze, Didi. Ja, die kennen jullie nog niet, maar die gaan jullie wel leren kennen. Alleen vertel ik nu nog eventjes niet waarom en waarmee. Studio. En daar is de geheime ruimte waar alles gaat gebeuren. Ja, dat zien jullie tegen die tijd. We zitten in Katwijk en hier is de politie op de oude landingsbaan van het leger aan het oefenen met allerlei dingen. Daar is Soldaat van Oranje. Nou ja, hier is dan de filmstudio en hier achter is het magazijn.
Dus ja, nog even geduld. En dan zullen we vast gaan vertellen wat we gaan doen. Zo, eens per jaar moet je je zaal wel even na laten kijken. Dus dat doe ik dan ook. En dan komt Susanna hier altijd even om eventjes alle zadeltjes na te kijken, bij te vullen. Zodat de dekjes niet schuiven en alles weer picobello ligt. Dus dat doen we vandaag. Helaas, het is ziek, anders had zij mooi kunnen rijden. Want er wordt zadel natuurlijk nog meer op maat van de ruiter en het paard, of pony in haar geval, neergelegd. Ja, dat gaat nu helaas niet. Want ze heeft gewoon weer koorts, dus die is gewoon weer thuis. Maar Susanna die kan dat vast wel eventjes herstellen. En Henk aan het buiten rijden. De paardjes zijn vandaag niet op zijn braafst, moeten we zeggen. Omdat we een beetje Henk heeft er geen zin in. Nou, Henk heeft er te veel zin in. Oh, te veel zin. Dus om ongelukken te voorkomen is Maaike er maar eventjes naast gelopen. Ik heb er net naast gelopen. Want Henk is niet net bij de sloot en daar heb ik niet zo zin in. Nee, ik blijf liever uit de sloot. Dus net heb ik de oprijlaan gelopen. Toen dacht Verona ook van ik ga gewoon al bokkend en stijgerend richting mijn stal. En ik denk nou weet je, dat gaan we niet doen. Die is inmiddels wel weer redelijk relaxed, dus die heeft het wel weer netjes opgepakt. En toen ging Henk aan. En toen dacht Henk, nou weet je, dan kan ik nu aan de slag. Ah nee, we hebben best wel 10 minuten of zo gehad dat het redelijk goed ging. Ja, Henk stond wel via veer op zijn plaats. Nou ja, dat is ook knap, toch? Ja, ik ook een beetje, alvast een beetje trainen. Precies. Tijd voor een kuur op muziek. Ja, dus we gaan nu nog even naar de buitenbak. Misschien nog even een rondje galopperen of zo. En dan is het klaar voor vandaag. Tessa, je krijgt alvast een cadeautje. Omdat je dit misschien eerder nodig hebt dan dat je jarig bent. Dus gefeliciteerd van opa Cor. Oeh, ik moet even naar achter. Wacht even. Maak maar helemaal open. Weet je het serieus? Netjes openmaken, dan kan ik het goed filmen. Ja, ga maar. Auw. Ja, ik vind deze heel mooi. Is die mooi? Ja. Zet hem eens op je hoofd. Ik ben sterren. Zo, ik kan helemaal niks zien. Is deze niet een beetje groot? Nee, niet voor sterren, wel voor jou. Oornetjes noemen we dat. Nou, volgende, laat zien. Ja, shit. Ik passen. Kun je hem passen? Vind je hem mooi? Ja. Hij is wel nog een beetje groot. Laat je armpjes maar zien. Lala, oh, nu mag zo. Dus het is nog wel wat groot, maar als ik een maatje kleiner neem, dan... Ben je er over 10 minuten uitgegroeid ongeveer? Nou, niet 10 minuten. En wat heb je nog meer gehad? Ja, dat ga ik je even laten zien. Nou, hou maar even aan. Laat even zien. Dan kan ik... Nee, dan kan ik geen vaartjes vinden. Sorry. Dan moet je het wel op je hoofd. Hoe gek je. Zo, op mijn hoofd zo. Je moet iets verder... Nee, doe maar iets verder naar achter. Omdat die iets wat minder op je neus zit. Tessa die is nu paard, geloof ik. Kijk. Ze is wel ziek, maar volgens mij begint ze al aan de betere dan te zijn. Gek kind. Rick, ik ben een paard. Nou. Ik krijg steeds heel veel vragen op YouTube. Wie is Kim? En... En ook van hoe hoog is Verona en hoe oud is Sterre enzovoorts. Dan had Leanne een slim idee. Die heeft namelijk een website gemaakt.
Ja, hadden wij al een website, maar zij heeft dat soort vragen daarop beantwoord. Ik denk dat ga ik ook doen. Dat is misschien hartstikke slim en handig. Dus Leanne, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Leanne heeft een kanaal, Leanne en Abigail. Dus kijk daar vooral ook eventjes op. En ik heb dus haar idee gepikt. Kijk, Sterre is fan van de Magic Brush. Daar wordt ze helemaal zen van. Bedankt voor het kijken van deze weekvlog. Nogmaals, heb je zin om Tessa dinsdag te feliciteren, 7 februari, op een andere manier dan op social media? Dan staan de gegevens hieronder in de beschrijving. Hopelijk zie je volgende week Tessa gewoon weer. En ik zeg bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet nog even te kijken naar de tickets voor het Paarden YouTubers Live Event. En hopelijk tot volgende week. Doeg!